Een schatkist met wensen voor de toekomst werd gisteren voor eeuwig ingebouwd in het nieuwe kindcentrum in Ten Boer. Nou ja, voor eeuwig. Voordat de bouw van het kindcentrum begon, werden er archeologische vondsten gedaan. Misschien, als het kindcentrum in een verre, verre toekomst ook een archeologische opgraving wordt, dan vinden de mensen in de toekomst de schatkist met wensen. De toekomstige gebruikers, kinderen van basisscholen De Huifkar en De Fontein en de kinderopvang Kids to Be, verborgen de schatkist zelf. Eerst dacht je van, wat gaan wij doen? Want je denkt op het eerste gezicht dat je de school ziet. Denk je van, nou, die bouwvakkers gaan hem lekker even inmetselen of even inschroeven. Maar nee, jij mag meehelpen. Dus dan dacht ik van, ah, dat is een eer. Ik vond het ook wel echt heel leuk om te doen. Want als wij zitten namelijk in de leerlingenraad. En als wij nu in een nieuwe school gaan zitten, dan kun je aanwijzen waar jij hebt geboord in het nieuwe gebouw. En de wensen blijven natuurlijk allemaal geheim. Kunnen jullie mij misschien ook vertellen wat voor wensen er in de kist zitten? Mogen we niet vertellen, want anders zijn er geen wensen meer. En jij gaat het ook niet vertellen? Nee. Een klein tipje? Nou, wensen. Ik weet wel dat één kind heeft gezegd dat ze hopen dat het een hele grote school wordt. Voordat het werd gebouwd. Oké. En dat is het volgens jou? Dat is het nu echt, ja. Oké, dus die wens is al uitgekomen? Ja. Die wens is wel uitgekomen, dus die mogen we wel vertellen, want die is al uitgekomen. Ja.